Edubadges die zijn relatief nieuw voor mij, maar ik denk dat het een hele interessante ontwikkeling is. Niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten om aan te kunnen tonen wat hun kennis en vaardigheden zijn die ze hebben ontwikkeld. Ik hoop flexibilisering, doordat je op die kleinere eenheden dingen kunt aantonen, dat studenten zelfstandiger ook bij anderen onderwijsaanbieders hun opleiding zouden kunnen samenstellen, omdat je helemaal opgeknipter bezig bent. Ja, je ziet er toch nog steeds meer ontwikkelingen dat studenten hun eigen leerpaden kiezen. En in die ontwikkeling zie ik daar heel veel mogelijkheden. Ik denk dat in het mbo het werken met badges misschien zelfs wel meer impact gaat hebben dan de diploma's. De arbeidsmarkt versnelt, verandert heel snel, in een sneller tempo dat het onderwijs in staat is om curricula aan te passen. En werkgevers vragen niet meer om een diploma, maar vragen om vakbekwame mensen. En met een badge kun je makkelijker en sneller aantonen dat iemand over de geschikte bagage beschikt. Het onderwijs is toch nog heel traditioneel. En dus ik hoop dat het iets gaat brengen. En hier zien we nu toch de mensen, de vooroplopers die dit gaan aanpakken. En het is toch heel erg belangrijk om ook wel die docenten daarin mee te krijgen. Want het is toch iets van ons samen. De uitdagingen bij de inzet van edubadges, ja, die zitten meer denk ik op het technische en het organisatorische vlak. Dus hoe zorg je ervoor dat ze ook uitwisselbaar zijn, dat ze controleerbaar zijn? Elke instelling is toch nog op zijn eigen manier bezig om zo'n structuur te maken bij die badges. Maar de initiatieven zijn goed en ik denk dat het goed is om daarmee te piloten en daarvan te leren.